Zalland Sport, nabeschouwing. ABS had dit weekend de kans om kampioen te worden. Ze moesten wat deden doen wat ze moesten doen. En ze wonnen met 27-24 van Holten. Maar ook Kwik 3 die won van Huissen. En dat betekent dat Kwik uiteindelijk de kampioen is geworden. Aan de telefoon traint ze van ABS. Anja Lubbers, goedemiddag Anja. Goedemiddag. Ja, jullie hebben gedaan wat jullie moeten doen. Hoe was die wedstrijd gisteren? Vandaag moet ik zeggen. Vandaag, ja, dat klopt. Nou ja, goed, dat heb ik ook bij de dames gedacht. Het enige wat wij nu vandaag moeten doen is gewoon de wedstrijd winnen en het seizoen gewoon goed afsluiten. Ondanks wat er gebeurt in Raalte, moeten wij gewoon onze partij spelen. En ik denk dat de dames daar goed mee om zijn gegaan. En de hele wedstrijd ging wel een beetje gelijk op. En nou ja, ik denk dat ik de dames last mag toespreken dat we gewoon lekker gehandbald hebben en toch de punten in de badmen hebben gehouden. Hebben jullie de hele wedstrijd ook voorgestaan dan? Of, Ja, we stonden maar niet veel. We zaten een puntje verschil. En dan kwam het weer 2-3 punten voor. En dan kwamen zij weer dichterbij. Dus het liep een beetje op en af. Maar in principe stonden wij wel altijd aan de goede kant van de touw, wil ik zeggen. De 2 punten is niet echt in gevaar gekomen? Nee, nou ja, maar met zo'n wedstrijd, zo'n derbywedstrijd, weet je dan altijd maar nooit. Hè? Dan is het toch, als het weer dichterbij komt en 1 punt verschil is, dan zie je dan toch al wel dat er soms wat spanning erbij komt. Maar dus het kon alle kanten op, maar ik denk dat we het goed aan onze kant gehouden hebben. Ik heb zelf niet het gevoel gehad dat we zouden verliezen. Dus dat, en de meiden die straalden ook uit en ze genoten er ook van. Dus het was goed. Zijn jullie dan tijdens jullie wedstrijd dan nog heel erg bezig met wat Kwik 3 aan het doen is? Of niet? Nee, daar hadden we ook al afgesproken zo van. We gaan ons niet bezighouden wat er in Raalt gebeurt. En natuurlijk zal je vanaf de tribune zal er wel wat opgepikt worden, misschien her en der. Maar ik wist het zelf pas aan het einde van de tweede helft. Dus we hebben ook bewust niks tegen de dames gezegd. We zeiden, we spelen gewoon onze eigen wedstrijd. En dan horen we na afloop wel wat er gebeurt. Dus we moeten daar niet te veel op focussen. Gewoon je eigen dingetje doen. En dan, dan hoor je daar achteraf dat Kwik net in de laatste 10 seconden de winnende doelpunt gemaakt heeft. Ja, dan is het wel even zuur. Dan denk je, met een gelijkspel had je genoeg gehad. Maar helaas heeft die laatste 10 seconden met Kwik heel ons even de punten gekost, laat ik zo zeggen. Ja, precies. Had je toch bijna gehaald dus. En er was ook nog het derbygevoel er een beetje bij. Wat had al meer de overhand? De kans voor het kampioenschap of het derbygevoel? Ja, een beetje Holten en ABS is altijd wel een derby onderling. Dus dat brengt toch altijd al een andere spanning in de wedstrijd. En ik denk, ja goed, dan blijft het gewoon spannend tot laatste toe. En ik moet eerlijk zeggen, Holten staat wel 1-1. Maar als ik zie hoe zij spelen, dan zeggen we wel meer. Dan denken we gewoon, kunnen ze in 11e geëindigd zijn? Want ze spelen best leuk handbal. En ze vallen net altijd aan de verkeerde kant van de uitslag. Dus we wisten ook dat we het zwaar zouden krijgen. Dus ik denk, dan is het des te mooier dat je een derby goed zo afsluit. En dat de hele tribune vol zit met de supporters. Dan heb je een goed afgesloten seizoen. Ja, en je bent dan op zich hartstikke blij dat je ook tweede bent geworden, want dat is natuurlijk ook een goede prestatie. Ja. Maar heb je dan nog wel, Anja, onderweg naar huis bijvoorbeeld het gevoel van, ja, als we nou die wedstrijd gewonnen hadden, dan? Hè? Nou, weet je, dat houd je toch altijd. Ik zeg, een paar weken geleden, toen hadden we tegen Artemis de nummer 3 en toen speelden we gelijk en toen hadden we het er al over. Is dit een onverloren punt? Of is het een gewone punt op het einde van het seizoen? En na de wedstrijd denk je, ja, misschien op dat moment, dat was de eerste verliespunt nadat je de kerst de oude doel gehad had. Ja. Zo van, ja, had je die gewonnen, maar goed, we hebben ook anderen gehad en ook daar hebben we van verloren. Dus je laat het een paar wedstrijden eerder, laat je het al wel liggen. En dat gebeurde bij Kwik net zo. Ja. Maar goed, en wij zijn ook zover en heb ik die meiden ook gezegd van, wees trots. Als we aan het begin van het seizoen afspreken, we willen bij de top 5 komen en je eindigt als tweede. Nou, dan moet je ook trots zijn dat je dit gehaald hebt en daar ook van genieten. En dat doen we dus volop. We zitten met de hele selectie bij de cafés beland. Dus daar wordt gewoon wel feestje gevierd. Nou, en dat hoort ook zo. Belangrijk. En dat hoort ook zo. Dus, maar je zei al, Anja, dat de feestjes in 2 verschillende gelegenheden waren. Ja, dat klopt. We hebben 2 verschillende sponsoren, de Brink en Braak Hekken. Ja. En die hebben we gezegd van, nou, we gaan bij alle 2 even aan. Nu zijn we bij de Brink en nou straks om 5 uur dan lopen we even nog een stukje verder. En dan gaan we bij Braak Hekken nog even afsluiten om daar de sponsoren toch bedanken voor de steun van hun van als sponsor. Nou, dus, dat doen jullie hartstikke goed. Laatste vraag aan jou. Hebben jullie nog kansen op toch een promotie? Ja, geen
idee, want ik weet niet hoe het loopt. Je hoort her en der verhalen. Dus wij hebben ook zoiets zo van, goed, mocht er wel een promotiekans dat er twee teams op twee plekken vrijkomen in de hoofdklasse. Ja, dan melden we ons nog wel even zo van, goed, we hebben als tweede geëindigd. Dus dan vinden we ook dat we een plaatsje verdiend hebben. Omdat we ook horen om ons heen dat er meerdere verenigingen binnen onze klasse aanvragen om hoger op te willen handballen. Dan denken wij van, ja goed, dan zijn we nummer twee. Dan willen wij toch dat als de tweede plekje vrijkomt ook wel daar gebruik van maken om in de hoofdklasse terecht te komen. Ja. Dus het is even een beetje afwachten. Ik weet niet wat er bovenin en wat er precies gebeurt. Nou, we gaan het gewoon afwachten wat de bond in petto heeft. En zodra het bekend is, dan leggen we vast misschien nog wel een keertje contact. Jullie dank ook weer voor alle keren dat je in de uitzending bent geweest. En uiteraard mooie prestatie. Tweede plek. De felicitaties gaan naar Raalte, waar Kwik 3 kampioen is geworden. En ook zij hebben dat natuurlijk verdiend, want zij hebben hier van deze natuurlijk 33 punten gehaald. Nou, dat bedoel ik zo. Okay. Dat is het. We moeten het allemaal goed met elkaar afsluiten. Dus, het is een mooie competitie geweest, dus dat is het belangrijkste. Helemaal goed, Anja. Ga gauw terug. En veel plezier nog.